Ja, wat ik ook wel interessant vind aan video is, en dat hoor ik ook wel van klanten, dat je ook als persoon enorm groeit. Dus het helpt niet alleen met de groei van je bedrijf, omdat je gewoon zichtbaar wordt en dus in contact komt met potentiële klanten als je het goed doet. En dat doen wij heel goed. Maar dus het helpt bij de groei van je bedrijf, maar het helpt je ook om te groeien als persoon. Omdat je leert jezelf toch op een andere manier kennen, doordat je jezelf ziet en hoort. Wat natuurlijk ook nou, redelijk confronterend is. Maar dus je groeit echt als mens, merk ik ook. Het helpt gewoon om jezelf beter te leren kennen en dat hele proces van zichtbaar worden te doorleven. En ja, dat is wel interessant. En wat ik ook wel, dat was wel een eye-opener, dat het eigenlijk dat elke ondernemer dat wel heeft, dat hij het spannend vindt. En het maakt dus ook niet uit of je voor grote zalen staat, heb ik ontdekt. Want er zijn ook ondernemers die ik heb geholpen, die echt voor enorme zalen staan te spreken. En dan denk ik, nou, dan zal video ook gemakkelijk voor je zijn. En dat ging ze ook goed af, maar ze hadden toch nog die schroom of nou, dat ze het gewoon spannend vonden. Toen dacht ik, goh, ja, soms heb je zo'n beeld bij mensen van die doen alles en die doen het allemaal moeiteloos, maar dat is volgens mij niet zo. Dus ja, laat dat. Nou, ik hoop dat mensen dat ook inspireert om het gewoon te gaan doen. En het is natuurlijk ook gewoon een leerproces, video. Ja, je moet het gewoon veel doen en dan word je er steeds beter in en dan word je er steeds, gaat het steeds gemakkelijker. Maar in het begin ging het bij mij ook echt, God, dan was ik het maar over aan het doen. En dan dacht ik, oh, nou heb ik me versproken en dan moet het weer opnieuw. En nou, op een gegeven moment was je daar helemaal klaar mee natuurlijk. Maar nu gaat het eigenlijk steeds gemakkelijker. Ja, dus het is gewoon een kwestie van veel oefenen. Ja, dus mijn beste tip voor mensen is om ja, gewoon te gaan beginnen en te gaan ontdekken ook wat jouw doelgroep interessant vindt om te horen van jou en wat resoneert. En dat weet je natuurlijk als ondernemer het beste. Want je hebt zelf gesprekken met je klanten, met je potentiële klanten. En daar kan je natuurlijk heel veel waardevolle informatie uithalen. Dus ja, gewoon beginnen. En jezelf ook de tijd gunnen om er beter in te worden. Ja.